De volgende dag waren weg, of een paar uur daarna. Dus zijn hier door deze poort ontsnapt. Ja. Er was mooi zo van, kom dan, kom dan. En met de voer rammelen. Kijk, daar heb ik daar tussen de grazen wat takken gespannen. Ik zeker weet dat ze er niet overheen gingen. Hier hebben we nog een draad boven gespannen, zie je? Die rode draad. Er was één vrouwtje, dat was altijd weg. En ik weet nog steeds niet waar hij eruit ging. Want het is zo behoorlijk hoog. Als je hier overheen gaat, dan moet je toch een haartje vinden of iets. Maar helemaal niets. Maar die kwam dus ook iedere keer weer terug? Die kwam steeds weer terug. Dat was het leuke ervan. Dus we hadden op een gegeven moment, dat is gewoon hilarisch, van, je staat maar bij de poort te wachten. Dat is de buitenpoort. En die zet ik meestal een beetje open. Dan kon die hinder weer binnen. Dat ik zo ver open zit, 15 centimeter. Ik denk van die kant, zo, zij komt hier, loopt altijd binnen hier. Ik denk, die gaan er hier nu uit, 10 centimeter. Daar red ik wel. Maar de volgende dag waren weg, of een paar uur daarna. Ze zijn hier door deze poort ontsnapt. En dan komen ze dus op gebied waar ze eigenlijk helemaal niet mogen komen. Dat is correct. Tenminste, de wet zegt, ze mogen niet hier, ze horen hier niet. Dus hebben ze 14 dagen getolereerd tot de kogel. Twee doodgeschoten? Ja. En eentje loopt er nog ergens? Eentje moet er nog lopen. Ik hoop dat de hinde is, die steeds ontsnapt is, dan hebben we nog kans dat ze terugkomt. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Maar groot is de kans niet, maar toch is er altijd een beetje hoop. Hè? Ja. Ja. Maar ik ga straks even kijken of ze eerst kan vinden.